Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer iets heel moois maken. Lekker voorjaar, dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op het kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt dan ons kopje cursuspakketten en we verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. Lekker makkelijk. En zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Vandaag gaan we aan de slag met de Oase Bio Solo Ring. De bioversie dus. Het is eigenlijk precies hetzelfde als de groene versie, alleen nu de bioversie. En vandaar dat hij ook de bruine kleur heeft. De buitenzijde lijkt van plastic, is geen plastic. En het heeft ook de OK Compost keurmerk. En dat betekent dat hij 100% biologisch afbreekbaar is. En dan kan je hem eventueel ook in de groenbak gooien. Dus dat is zeker een toegevoegde waarde, vind ik. De kwaliteit is precies hetzelfde, dus daarin merk je geen verschil. Dus zeker goed om... om op deze manier een steentje bij te dragen. We gaan hem vandaag verwerken in dit prachtige frame. Dat doen we later. We gaan hem eerst mooi opmaken. Dus ik haal hier even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. We gaan hem vandaag even iets anders opmaken als normaal. Ik heb hele mooie vetplantjes. Ik heb mooie bolletjes. We gaan sterke materialen gebruiken. Allereerst de vetplantjes. Daarvan halen we het zand er even af. Dat doen we door voorzichtig. Je houdt de bovenkant stevig vast met je handen. En dan draai je voorzichtig. En op die manier haal je eigenlijk de wortel eraf. Deze kan je prima verwerken zonder wortel. Blijft hij alsnog heel lang goed. En dan doen we aan de achterzijde doen we even voorzichtig een prikker in. Kijk, dat is gewoon een klein satéprikkertje. Die steek je er voorzichtig in. En dan kan je hem straks heel makkelijk in de krans verwerken. En dat doe ik 3 maal. Omdat deze gelijk een mooie body geeft in het stuk, geeft die gelijk een mooi plekje. Ik verdeel ze op 3 plekken verdeeld over de krans. Ja, ik maak hem verdeeld. Ik verdeel alle materialen, maar je kan bijvoorbeeld ook groepsgewijs werken. Maar dat kan je zelf voor kiezen. Ik vind vetplantjes altijd heel leuk om in een bloemstuk te verwerken, want het maakt het net even anders dan anders. Goed, dan gaan we verder met de voorjaarsbolletjes en eigenlijk doen we hiermee hetzelfde. Ik vind het alleen mooi om de bolletjes op zijn zij te verwerken, dus ik steek het stokje er ook aan de zijkant in. Het maakt altijd lekker een rotsoortje met dat zand, dus je kan het even buiten doen. Of je doet er even een emmertje onder. Je kan het met of zonder wattel verwerken, wat je zelf mooier vindt. Kijk, en dan kan je zo aan de zijkant voorzichtig een stokje erin steken. Als je het voorzichtig doet, kan het eigenlijk geen kwaad voor de bolletjes. En ook deze verdeel ik in de krans. Ik laat hem meelopen met de klok. Mocht het nodig zijn, kan je gewoon even een stukje van je stokje afknippen. En je kan het aan beide kanten doen. Je kan ook bijvoorbeeld alleen de buitenzijde nemen. Wat je zelf leuk vindt. Doe lekker je eigen ding. Dan gebruik ik wat bolmos en ik gebruik dit in stukken. Je kan het eigenlijk gewoon uit elkaar breken. Dan haal ik van de onderzijde voorzichtig wat af, want dan krijg je niet dat die zo dik wordt. Maar hou je wel dat leuke kussentje. En ook deze verwerk ik in een stuk en dat doe ik met een krammetje. Dus ik zet het even vast met een krammetje. Ik doe dit wel voorzichtig, want je haalt de onderkant natuurlijk een beetje de basis weg. Thank you.
gaan we door naar de bloemen. Ik vul hem mooi op. Ik let weer goed op de verdeling. Met allerlei mooie materialen en bloemen. Let ook goed op dat je de zijkanten meeneemt, want je hebt een gouden neiging om echt vanuit boven uit te werken. Maar je wilt juist mooi die zijkanten, zodat het echt een mooi rijk gevulde krans is. Dan heb ik heel leuk een kangaroepootje. Die steek ik net even iets bovenuit. Dit maakt het heel sierlijk en speels. Dat is visjesgras. Vind ik altijd heel leuk in een kransje. Die gebruik ik dus in delen. Omdat ik het wel mooi compact wil houden. Hè? En dan gaan we even flink voorjaar toevoegen. Dat doe ik met kwartel-eitjes. Altijd heel erg leuk. Gewoon een klein beetje lijm. Ik gebruik nu warme lijm. Maar je kan natuurlijk ook de koud lijm gebruiken van Oasis. En je kan er best wel wat met groepjes bij elkaar. En dan ook wat enkele her en der verdeeld. Dat geeft juist een heel leuk effect. Mocht je nou een kwartel-eitje kapot hebben, dan vind ik die ook heel leuk om gewoon als scherfjes te gebruiken. Die kan je er ook gewoon bij tussen lijmen. Geeft juist een heel leuk effect. En dat kan je eventueel ook leuk over de krammen heen doen die je in het mos hebt gezet bijvoorbeeld. Dan werk je dat heel leuk weg. Mocht je nou nog een klein beetje steekschuim zichtbaar hebben, kan je dat wegwerken met een beetje Tilantia. En dat zet ik gewoon vast met een krammetje. Nou nog wat gaatjes zichtbaar hebben en je hebt nog bloemetjes over, kan je die natuurlijk ook nog even verdelen. Ik heb nog een aantal knopjes over. Let ook op dat je de binnenzijde mooi hebt volgestoken. Nou, dit is toch echt prachtig. De combinatie van die vetplanten met dat roze en het grijzige, de eitjes. Echt voorjaar en ook de voorjaarsbolletjes natuurlijk. Die gaan natuurlijk ook nog mooi bloeien. En je kan hem heel mooi zo op een krans neerleggen. Heb je een mooie schaal, dan is dat zeker gepast en heel erg leuk. Maar wat ook heel erg leuk is, is om in zo'n frame te hangen. Hè? Maak je hem nog net even iets aparter mee. Je kan hem zowel zonder frame als met frame bestellen. Dus wat je zelf daarin wil. Let op hoe je hem ophangt. Dat je hem, ik heb bijvoorbeeld hier nou net aan de bovenkant een eitje. Dat je hem dan niet breekt, dus dat je hem een beetje tussen hangt. Want je kan hem gewoon met de haak vasthangen. De haak staat iets naar achteren, dus hij zal niet voorover kiepen.
Deze is dus echt gemaakt van krans. Ik zet jullie even iets naar achteren, kunnen jullie iets beter zien. Kijk, echt prachtig. Wat ik dan nog wel heel erg leuk vind, is om liliegras toe te voegen. Je kan ook berengras gebruiken. Dit is net even iets luxe. Die laat ik ook nog even meelopen. En die zet ik dan nog eventjes weer vast. En dan maak je het nog net even iets speelser. Vind je hem op de simpelere manier leuker, kan je dat natuurlijk ook doen. Maar dit maakt hem wel heel apart om hem zo mee te vlechten. Misschien zit er ook wel net een krammetje waar je hem onder kan stoppen. Bij het mos. Dan kan je dat ook doen. Moet ik hem even iets verdraaien. Ik haal hem even iets omhoog. Zet je het krammetje weer vast. Dan hoef je niet eens extra krammetjes te gebruiken. En dit doe ik op verschillende plekken, zodat je een heel speels effect krijgt. Kijk, echt prachtig. Als laatste spreek ik hem natuurlijk nog even in met de finishing touch spray. Die is ook weer toegevoegd aan de webshop, dus kan je hem weer bestellen. Voor een langere houdbaarheid. Dat is ook fijn als je bijvoorbeeld een krans hebt gemaakt met mos, bolletjes. Ja, eigenlijk wat voor verse producten ook. Ook gewoon verse thijbloemen, plantjes. Je spreekt hem even in vanaf een afstandje. En ja, de houdbaarheid is gewoon langer. Dus even die extra finishing touch. Ik vind het weer echt een toppertje geworden. Ja, zo kan je zien dat je eigenlijk met zo'n Oasis Bio Solo Ring een standaard steekschuimproduct een heel aparte krans kan maken. En hij wordt ook weer toegevoegd aan onze webshop. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelnaarbloemist.nl. Je vindt onder kopje cursuspakketten. Wil je nou liever een andere kleur bestellen, kan je dat aangeven. We zullen het zo goed mogelijk naar wens aanpassen. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog en laat hieronder weten wat je ervan vindt. En dan zie je bij de volgende keer weer. Doeg!